Hey guys, welkom terug. Vandaag laat ik jullie zien hoe ik mijn dochter zijn haar kam en de producten die ik gebruik. Leave-in conditioner, shea butter met, gemixt met amandelolie en vet toegevoegd, kokosolie toegevoegd. Enjoy! Zo, Sia is aan de beurt om haar haar te kammen. Ja, Sia hè. Dan kan je even checken. Niets is in haar haar, dus ik ga eerst leave-in conditioner zetten. Ik ga geen scheidingen maken met mijn kam nu. Alleen even een beetje leave-in conditioner zetten. Ze begint haar oud te schreeuwen. Mag ik die houden? Ga je het houden? Hou voor me, ja. Dan maak ik een scheiding met mijn vingers. Papa is cameraman vandaag. Hè? Zet ik een beetje shea butter voor haar haar. En een beetje vet. Voorkant ook. Terwijl ik het plaats, moister, dan kam ik het een beetje met mijn vingers uit. Want als ik het met een kam ga doen, gaat ze voor me vullen en dan gaat ze niet zitten. Beetje vet ook. Oh ja. Haar haar is vochtig omdat ze net is gebaat. En dan maak ik haar haar dan nat. Dus haar haar is al vochtig. Want als het droog was, zou dit niet gebeuren. Dus handdoek droog. Zo, het is een beetje uitgekomen met mijn hand. Met mijn vingers dan. Ga ik even een scheiding maken. Vandaag kreeg ze vlechtjes hoor. En dan is haar haar dan goed voor zeker 3 dagen. Want zie je, haar haar kruik het snel. Nu kan ik wel scheiding maken. Zie je, zonder dat ze geel. Ze wordt afgeleid met de YouTube. En niet altijd gaat ze lang zitten, dus dan gaan we snel vlechten. Ik maak een scheiding. Ik kam het eerst met mijn hand uit, met mijn vingers uit en daarna even met die kam. Ik zal alvast 1 vlek. Vroeger zat ze niet om haar haar te kammen. Nu ben ik blij dat ze zit. Ja, Pip. Wat is gebeurd? Waar naar kijk je? Wat is het? Dit. Wat is dit? Wat? Is het een vrouw? Is een vrouw. Oh. Nog een beetje zetten. Shea butter zetten, want hier is echt droog. Echt erin masseren. In je haar. Zie je ook niet van haar kan. Dus ik kan er haar niet elke dag kan. Dan zien jullie straks de rest van de kapsel. Zo, achterin is af, gaan we nu naar voren. Ik doe weer hetzelfde, gewoon even met mijn vingers uitkammen. En dan kan ik dan een scheiding. Ik kan niet eens echt een scheiding maken. Dus met mijn vinger hoor. En dan ga ik het vervelen met een kam. Daarom hou ik meestal van mijn acrylnagels, want met mijn nagels maak ik scheiding. Maar mijn nagels zijn even op lockdown. Ha!
We moeten even rusten. De scheiding. Ik zet daar weer een klein beetje shea butter. En een beetje vet. Oh ja, liever kam je die meisjes hun haar 's morgens. Want dan heb je door de dag heen dat je haar goed gaat moisten. Hoe noem je dat? Alles gaat inwerken in je draden. Dan liever doe je het 's morgens. Want als ik het 's avonds moet kammen, dus hun kussen sloop vol met alle producten die ik heb gezet. En mijn kinderen slapen niet meer dingen op hun hoofd. Ze trekken het weg. Op de volgende ochtend zie je dat het weg is. Want ik zie Kendall heeft één. Maar als aan ik moppen van een meisje ideeën. Ik nodig om netjes scheiding te maken voor Sia, voordat ze begint te gillen en te walen. Midden van zie je dat haar is echt droog. Ze zijn aan het afronden. Nog 3 vlechten. Dan kan ze weer gaan rennen. En gezellig doen. Ze is on a break. We zijn bij de laatste vlecht. Zie je, is bijna klaar. Isa, hello, Bena. Spider-Man. Kijk, naar papa, wees papa. Dag. Kijk naar papa. Zie je? Kijk naar papa, wees papa dat je je haar hebt gekamd. Ben je een mooi meisje? Sia is klaar met haar kamer hoor. Goed nog, zeg dag allemaal. Kijk daar. Dag allemaal. Hallo. Hallo Jomon. Zeg dag allemaal. Goed nog. Dag Sia. Dag allemaal. Goed zo. Kusje hoor je? Goed zo. Dat was Sia. Ze gaat weer. Kijk mijn vingers. Dit? Nee, dat is voor Ken. We gaan nu eens Kendall aan de beurt. En dat dag is volgens mij een week niet gekam. Gewoon zijn, ja, zo. Zo. We gaan ook doen dit. We moeten dit even losmaken. De haar is ook al vochtig. Nog een beetje vochtig dan. Zelfde style. Ik ken het, is het wel moeilijker om met mijn hand uit te kammen. Hoor. Zo beginnen we alvast met leave-in conditioner zetten. Masseren met mijn handen natuurlijk. Vingers gaan we weer gebruiken om alvast uit te kammen. Full rasta. En ze heeft de afgelopen dagen gezwommen. Dus de haar is super droog nu. Vitamine boost gaan we geven. Ik begin altijd eerst met losmaken en shea butter erin zetten. Ik jok geen shea butter, niet in conditioner. Dat ik kan vast zacht worden, dan kan ik het straks een beetje uitkomen.
see, I can under haar. Voel rustig. Je is hoe droog het is. Met mijn vingers ben ik alvast bezig te ontplitten. Ja? En met leave-in conditioner. De haar is intussen ook al vochtig, want ze had het nat gemaakt tijdens het baden. Mooie kapsels met haar mooie haar. Voor haar zet ik ook shea butter en een beetje vet. Shea butter werkt het best hoor voor hun. Maar shea butter mix ik met amla-olie. En mijn haarvet mix ik met kokosolie. En dan heb ik nog een andere olie die ik af en toe voor hun hoofd uitzet. Maar dat is na 3 dagen. Wanneer haar haar is gekapt, na 3 dagen, dan zet ik een beetje olie voor hun hoofd uit. Soms maakt Kendall daar haar zelf los. Maar aangezien het zo lang is gebleven, nemen we die kans niet. Zo, alles is los. Ik heb met mijn vingers uitgekam en dit is alles dat daar uitvalt. Of een keer. Beetje shea butter. Ook voor die puntjes shea butter zetten. Maar haar paard blijft er haar zo hoor. Wanneer haar krimpt, dus gaan we dat niet doen. Het krimpt en het droogt echt snel. Gaan we een middenscheiding maken. Gaan we kam vlechten. Us moment, us. Let me just say at the beard. Because I think I'm a little fat. Door deze vet blijft die meisjes hun haar langer netjes.
Mijn naam is haar langer. Tot hier. Ja, je haar is lang. Dus ik kan het niet vervast laten. Zelf komt het uit hier wanneer ik het gaat zien. Hiermee borstel ik uit. Zo, een scheiding maken. Zo met mijn vinger eerst. Wat zeg je, Sia? En dan met een kaart. Zo moet dat. Met je vervenen. Met deze borstel gaan we gewoon uit. Hij eet met dit. Kan, is het zodanig dat het ook weer makkelijk los te maken is. Want het neemt een heleboel tijd in beslag om haar te kammen. En papa weet de vlechten, maar hij legt niet voor zijn. Maar hij mag mijn haar los. Soms. Doe dat die leave-in conditioner aan je haar. Dan wordt het lekker zacht om makkelijk uit te komen. Dan zien jullie straks het resultaat van het gekamde haar. Hier is nog een beetje droog, zodat ik weer een beetje leave-in conditioner. Als je gaat uitkammen, begin je van beneden uitkammen, dan naar boven. Mensen die geen quick whip weten te vlechten, is niet moeilijk. Als je drie vlechten met drie weet te vlechten, pak je hier gewoon een beetje haar. Je deelt het in drie. 1, 2, 3. En dan begin je met je vlecht. Elke keer gewoon een klein beetje haar meenemen. Terwijl je vlecht. Ja, zie je? Even wachten. We zijn straks klaar met kennen. Steeds een beetje haar meenemen. Dan wordt dat je vlecht. De twee laatste flexen. Almost done.
handle the capsule for a week, but 5 days at a time.